live uit de hele dag vanuit Eindhoven. We zijn te gast bij het Startup Bootcamp High Tech Excel. Misschien eventjes om iets over te vertellen, Steken. Want er zitten hier allerlei startende ondernemingen. Die zijn 3 maanden bezig om te versnellen met hun concepten, hun bedrijven, et cetera. Alle mensen lopen nu met witte vellen rond. Want ze moeten een schema gaan invullen van de Value Proposition Designer. Want dat moeten ze nu gaan designen, de Value Proposition. Bas, jij hebt dat zelf vorig jaar gedaan. Absoluut, Bas van de Heuvel. Leg me even uit, wat houdt dit in? Wat ze nu aan het doen zijn? Dit houdt in dat ze op dit moment bezig zijn met een businessmodel. Wat is het ecosysteem rondom je businessmodel? Wie zijn je klanten? Wie zijn je leveranciers? Hoe ga je geld aan verdienen? Wat zijn je kosten? Om heel duidelijk een overzicht te krijgen hoe jij als bedrijf straks de markt in kan. Ja, dit zijn methodes die soms bekend zijn, soms niet. Maar helpt het je echt, zo'n programma? Absoluut. Het geeft absoluut inzicht in zaken waar je normaal gesproken niet aan denkt. Omdat je als start-up heb je een idee en je volgt dat idee achterna. Maar je wil er absoluut een bedrijf van maken. En dan is het natuurlijk wel belangrijk om goed te begrijpen hoe je een bedrijf moet runnen. En welke andere krachten erop uitgeoefend worden op je organisatie. En dat leer je hier allemaal. Ja, en jij bent van Proxible. Wat doet Proxible? Nou, wij hebben een platform wat we koppelen aan apps. We maken daar ook apps voor. En het platform eigenlijk richt zich op informatie, relevante informatie die je krijgt op specifieke locatie. Dus het is een locatiegebonden platform. En die locaties die bepalen we door middel van iBeacons. Kun je het even concreet maken, een voorbeeld? Een voorbeeld bijvoorbeeld in een museum. Je staat naar een schilderij te kijken en je denkt, hé, dat is interessant. Op dat moment is dat schilderij relevante informatie voor jou. En je krijgt automatisch in je app de achtergrondinformatie van het schilderij te zien. Heel concreet. Ja, het specifieke ervan is, dat kan niet met andere technologie. Tot nu toe was het onnauwkeurig. Ja, precies. Ja. Ja, absoluut. GPS werkt natuurlijk niet binnen en heeft een afwijking van 1,15 meter. Wi-Fi kun je mee doen, maar dat is eigenlijk een communicatiemiddel en geen applicatie. En daardoor heb je ook te veel afwijking. Is het te lastig om de juiste accuraatheid te krijgen. En met deze dingetjes gaat dat veel simpeler. Ja, en deze dingetjes? Dit is bijvoorbeeld een zogenaamde iBeacon. Het is een kleine zender. En die zendt niet een constant signaal uit. Maar 1 keer per seconde of 10 keer per seconde zendt hij een klein pakketje uit. Dat wordt opgenomen door je telefoon. En afhankelijk van de app die erop draait, weet die app van ik moet er iets mee doen, ja of nee. Eigenlijk wordt de afstand tussen jou en de telefoon en die beacon wordt gemeten. En dus weet je eigenlijk waar je je bevindt ten opzichte van de ruimte. En daardoor kun je bepalen wat relevant voor jou is en kun je die informatie geven. Ja, en degene dus die die informatie wil aanbieden, moet dit soort apparaatjes, blokjes, dingen in zijn pand in dit geval aanbrengen. Absoluut. Ja, absoluut. En dat is heel simpel. Kijk, dit zijn kleine en die gaan ongeveer een half jaar tot een jaar mee. En voor professionele toepassingen misschien niet optimaal. En daar hebben we dan ook een oplossing voor die zeker 3 tot 5 jaar meegaat. Die zijn wat groter. En de lengte heeft te maken met de batterij, of niet? Ja, het is natuurlijk een signaal wat uitgezonden wordt. Hoe vaker je per seconde uitzendt, hoe meer energie verbruikt wordt. Hoe groter de afstand moet zijn, normaal tot 1 meter of 30. Dat kun je ook inregelen. En hoe verder de afstand, hoe meer energie. Ja, nou is het voorbeeld van een museum natuurlijk leuk. Maar het geld is natuurlijk te verdienen in de winkels. Op je website beschrijf je ook dat een van de grote problemen van de fysieke winkels is dat ze eigenlijk niet weten wie de klant is die binnenloopt. Precies. Terwijl een webwinkel weet dat wel. Absoluut. Vaak in groot detail. En jullie willen dat eigenlijk gelijkschakelen. Ja, nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Absoluut. Ja. Leg ik het goed uit? Ja, mee eens. Het grote probleem daarbij is natuurlijk dat de gemiddelde bezoeker die een winkel binnenloopt, dat misschien wel helemaal niet wil. Dat kan, ja. Hoe ga je met die privacy issues om? Ja, dat is een hele goede vraag. Je hebt natuurlijk de verhalen over wifi en wifi tracking gehoord een aantal maanden geleden. En het grote verschil met wifi en dit is dat dit kastje iets uitzendt in plaats van je telefoon. Bij wifi tracking zendt je telefoon informatie uit, dat wordt afgevangen. Maar bij dit systeem is dat het kastje iets uitzendt wat jij opvangt. Dus zolang jij die informatie van het kastje niet opvangt, kunnen wij er ook niks mee. Dus het heel simpel is het uitschakelen van je Bluetooth, want het werkt via Bluetooth. Of in de app het uitschakelen en
That's it. Maar sterker nog, je moet waarschijnlijk eerst in je app al een keertje zeggen dat je dit absoluut wilt. En in welke absoluut app hebben we het dan over? Heb je het dan over de app van de winkel die jullie systeem gebruikt? Hoe werkt het? Ja, inderdaad. Op dit moment is het nog zo dat er apps per locatie worden uitgegeven. Bijvoorbeeld een dierentuin of een ziekenhuis of een retailer. Okay. En die app moet je downloaden. En die wil je ook downloaden, want die biedt toegevoegde waarde voor jou op dat moment. En daar zit dan onze techniek in gebakken. Ja. Eigenlijk. Dus dat is een onderdeel van je businessmodel, neem absoluut, ik aan. Dat het ontwikkelen van die apps voor je klanten. Ja. Met jullie technologie. Dat is precies, van twee kanten. Ja, dus eigenlijk wij bieden. We zijn eigenlijk vanuit de technische hoek begonnen en ik zal dat zo wel vertellen. Dus wij snappen heel goed hoe die techniek in elkaar zit. Wij zijn doorgestoten naar de software. Dus de communicatie met de hardware is van essentieel belang om die juiste accuraatheid te krijgen. En omdat we daarmee begonnen zijn, begrijpen we dat heel goed. En beter dan de gemiddelde aanbieder in de markt. En daardoor kun je die connectie goed maken. Dus wat wij leveren is de hardware, installatie. En een app of een koppeling met de app. Voor een partij als een dierentuin, het Rijksmuseum waar je heen gaat, ik denk dat je dan best mensen kunt overtuigen om de app te installeren, omdat je daar echt wat voor krijgt. Maar als ik de Perisport binnenloop, ik ga natuurlijk niet de Perisport app installeren omdat ik meer informatie over gymschoenen wil hebben. Nou, dat ligt eraan. Als jij toevallig fervent aanhanger bent van Adidas of Nike of wat dan ook. Ah, dus je kijkt eerder naar de merken? Ja, dus in dit geval voor een Perisport zou dat kunnen. En of je bent heel erg geïnteresseerd in watersport, nou, dan weet je dat je bij de Peris absoluut hier iets over kan vinden. En omdat je dat in je profiel kunt ingeven, kan er dus aan de hand van de producten die uitgestald zijn in de winkel of vanuit de winkel de juiste informatie naar jou toegezonden worden. Ja, mits je dan de juiste app. Dat lijkt me wel een lastig probleem. Dat is een heel lastig. Dat is zeker lastig. En daarom zie je ook op dit moment dat er veel showcases zijn. Maar of het nou echte projecten zijn die echt succesvol zijn, ja, dat is nog even aftasten. Het is natuurlijk een nieuwe markt met een nieuw product en een nieuwe dienst. Ja, dat moet zich nog uitontwikkelen. Ja, hey, als jij zegt van dan maken we dat voor die dierentuin of dat ziekenhuis, et cetera. Dit soort bootcampen gaan over het algemeen over scalable businesses. Ja. Als ik het zo hoor, denk ik, ja, maar dat is niet heel erg scalable. Je gaat niet voor één, als je voor iedere dierentuin weer wat moet gaan maken, daar worden jullie geen wereldwijde, geen global disruptor van. Nee, dat is een hele goede opmerking, maar daar hebben we natuurlijk aan gedacht. En dat is dat ons platform dusdanig eenvoudig van opzet is, dat we afhankelijk van de klant die bij ons komt, de specifieke kenmerken al in ons platform hebben zitten. Dus met de templates die wij gebruiken voor een retailer of een dierentuin of wat dan ook, zijn we gewoon binnen 2 weken zijn we up and running. Ja. En dat is natuurlijk wel uniek. En is dat het doel is, ook, van de, is de volgende fase, doe je dit ook om zeg maar proof of concepts te maken, te hebben? Ja. Want je moet je eigen markt eigenlijk nog op een bepaalde manier creëren. Klopt. Is het straks een platform waar iedereen op kan inhaken? Ja. Kijk, op dit moment is het zo dat het platform voor een groot deel al gebouwd is. Maar er is nog hulp van techneuten nodig om het specifiek voor onze klant in te richten. En het doel is inderdaad dat straks de klant inlogt en een uur later bij wijze van spreken zijn app heeft. Ja. Ja, je zei net al dat de winkels, de fysieke winkels, denk ik een heel belangrijk onderdeel is van jullie businessmodel. En waar grote kansen liggen. Johan Schaap die vraagt op Twitter, want we nemen ook vragen van mensen die live mee zitten te kijken natuurlijk. Die zegt e-commerce begint eigenlijk nog maar net. En hij gaat ervan uit dat 90% van de bestaande winkels verdwijnt. Is dat niet een bedreiging voor jullie platform? Ah, ik weet het niet. 90%, ik denk dat dat heel veel is. Ik weet zeker dat winkels gaan verdwijnen. Maar ik denk ook dat winkels zelf zich opnieuw gaan ontwikkelen tot misschien een showroom. Mensen zouden toch graag dingen de willen voelen. En ja, dat soort, bijvoorbeeld. Plus ook met deze techniek ga je niet specifiek van één winkel uit. En dat is ook bijvoorbeeld wat we met de gemeente Eindhoven doen. We gaan de hele binnenstad actief maken met dit soort beacons. En dan ga je ook mensen in de binnenstad engageren. Want als jij bijvoorbeeld bij de Perry binnenkomt, dan zou ik kunnen bepalen, hey, misschien is deze winkel of dit restaurant ook interessant voor jou. Waardoor je de ervaring in de binnenstad absoluut kan verhogen. En jij daardoor een betere ervaring hebt. Investeert de gemeente Eindhoven in dit soort dingen? Absoluut. Okay, en moet ik dan straks gaan denken, jullie technologie is leuk, maar ik probeer maar me voor te stellen of ik dan zo'n app op mijn telefoon ga zetten. Van, ik,
Ja, die aanbiedingen hoef ik niet. Moet ik dan denken maar precies, aan maar de app van het winkelcentrum of de app van de burgemeester? Je moet het meer zien als een explorer-app. Hoe kan ik de stad ontdekken en wat is er in de stad te beleven wat mij interesseert? En wat is dan mijn incentive om die app op mijn telefoon te zetten? Nou, omdat jij de juiste informatie krijgt. Als je bijvoorbeeld op de markt loopt en je hebt zin in eten, dan kunnen we de specifieke restaurants voor je aanwijzen. Ja, maar dat weet elke Eindhovenaar. Weet toch waar de toch niet. Het leuke is dat we onderzoek gedaan hebben hoe mensen zich in de stad bewegen. En als mensen eenmaal de winkels gevonden hebben die ze kennen, blijven ze hetzelfde rondje lopen. En dan horen ze op een feestje of van vrienden van, hey, heb je dat winkeltje ontdekt? Oh, nee. Nou, die zit er al een half jaar en dan weten ze dat niet, omdat ze dezelfde route lopen. En daarom is het juist interessant om via een app mensen erop te wijzen van, hey, wist je dat dit daar ook zit? Dat is interessant voor jou. Of weet je dat dit daar is? Ga je dan soort layers maken? Want ik ben bijvoorbeeld niet in het ene geïnteresseerd, bij wijze van spreken, maar wel in het andere. Of ik wil wel alles wat PSV gerelateerd is. Weet je wel, waar Willy van de Kerkhof, weet ik veel, wat woont of woonde. Maar ik wil niks van Hout weten. Of een ander wil weten waar Saskia Slegers van Jax zit. Of Lady Ida van Rebel Base. Ja. Ik kan me voorstellen. Komen dat soort dingen erin? Ja, absoluut. Nou, natuurlijk in de eerste fases zal het natuurlijk wat generieker zijn, maar dat is uiteindelijk wel het doel. Ja. En straks is ook het doel, als het systeem eenmaal actief is, dat ook andere ontwikkelaars van het systeem gebruik kunnen maken, zodat het ook weer innovatie naar de stad toetrekt. Ja. Hey, je kan wat laten zien. We hebben het erover, maar het is nog beter om het te zien. Een van de eerste fases die we voor de stad Eindhoven doen, is dat we het GLOW festival actief gaan maken. Voor de mensen die het niet weten, GLOW is een lichtkunstfestival hier in Eindhoven. Er worden een aantal gebouwen worden belicht en verlicht door lichtkunstenaars. En je kunt dus de route door de stad lopen en dat is in het donker ontzettend mooi om te zien. Maar ja, bij welk lichtproject sta je nou en wordt er precies bedoeld en wie is de kunstenaar? Dat is vaak wel de vraag die mensen hebben. Natuurlijk kun je met een QR-code of een boekje best wel uit de voeten, maar er komen 500.000 mensen op af, wat enorm is. Nou, ga jij door die menigte je codes kennen? Nou, dat gebeurt gewoon niet. Ja, dus wij hebben actief gemaakt, dus ik kan laten zien. Ik weet niet of nou het scherm getoond wordt. De vraag eventjes aan... scherm is binnen. Okay. Dus als ik nu de app opstart, ik heb hier deze beacon die daarop reageert. Dus ik start de app op. Probeer even zo te houden, kunnen wij even zo mee. Dus we zien nu dat dit de gemeente Eindhoven is. Kijk, en nu reageert de app vanzelf. Ja. Door te zeggen van, hey, je bent bij het Glow Café. Nou, je kunt je waardering erover geven. Je kunt er meer over lezen. Over Glow bijvoorbeeld. En ik hoef niet meer te zoeken. De informatie, de relevante informatie, komt actief naar mij toe. En dat is onder andere wat we doen voor Glow. De volgende fase wordt dat we in de stad, in de binnenstad, een app maken waar je de stad in kunt vinden. En ja, volgend jaar moet de stad volganger worden. Ja. En hoe zit dat, ik vroeg het net ook al naar privacy issues, wat jullie natuurlijk uiteindelijk gaan doen. Jullie gaan mensen profilen, zorgen dat je zoveel mogelijk van ze weet. En met slimme algoritmes eigenlijk de mensen in de fysieke wereld net zulke handige dingen bieden als online. Ja, het doel is niet om advertenties te tonen, want daar worden mensen op een gegeven moment ziek van. Maar juist wel de relevante informatie. En daar heb je wel informatie van die mensen voor nodig. Ja, maar goed, weten ook dat profilen, dat als je eigen profiles gaat opvragen op de verschillende plekken, daar klopt vaak geen hout van. Hoe gaan jullie zorgen dat die informatie ook klopt? Nou, ten alle tijde heb je daar inzage in. En sowieso kun je in apps aangeven wat je wil en wat je niet wil. Dus dat wordt meegenomen. Kijk, het doel is om de consument in het midden te zetten en die ook leading te laten zijn over zijn eigen gegevens. Want anders dan werkt het gewoon niet, simpel zat. En je hebt er alleen maar iets aan als het ook echt werkt. Hey, ik ben een paar maanden geleden bij een heel weekend geweest over iBeacons. Daar waren partijen, Fosbury meen ik, was eentje van. Die heeft een platform, een soort iBeacon platform waarop je als developer door kan ontwikkelen. We hadden onlangs ook nog een gast die op dat terrein meestal. Er is veel activiteit. Absoluut. Ja. Wat onderscheidt jullie? Nou, wij onderscheiden ons door het hele proces aan te bieden, vanaf iBeacon tot en met installatie, onderhoud, platform, app, alles bij elkaar. Er zijn genoeg spelers in de markt die of een platform doen of de hardware. En we hebben ervaren door de proof of concepts en de pilots en de projecten die we gedaan hebben, dat een enorme uitdaging is. En om dat allemaal te doen, hebben wij dat heel goed onder de knie. En dat merk je nou ook, omdat we dat ook aanbieden. Dat is ideaal voor de klant. En die gaan daar ook, die lopen daarmee weg. Ja. Als ik een voorbeeld mag geven, ja. En dan zal ik geen Nederlandse partij noemen, maar bijvoorbeeld in het... noem maar hoor. Nou, er zijn bijvoorbeeld in een museum in België is een hele mooie showcase
is opgezet met iBeacons. Dat is gedaan door marketingpartijen die zien enorm veel potentie in dit soort ideeën. Nou, die zijn hardware gaan zoeken, die zijn appbouwers gaan zoeken, die zijn developers gaan zoeken, die zijn installateurs gaan zoeken. Allemaal ontzettend, wat ontzettend veel energie kost. Uiteindelijk hebben ze het voor elkaar gekregen om die showcase neer te zetten. En nu zie je dat bijvoorbeeld iBeacons die ze op hebben hangen binnen 2 weken leeglopen. Of dat de afstand niet goed gemeten wordt en mensen bij een verkeerd schilderij informatie krijgen. Ja, dat is niet zoals je het wil. Met als gevolg dat ze ontzettend veel effort en energie moeten stoppen in het oplossen van die problemen. Ja, en daar hebben ze geen zin in als marketingorganisatie. En juist dat zijn de dingen die wij wegnemen. Ja. Hey, je zei, volgend jaar moet heel Eindhoven vol, vol hangen, vol geplakt zijn. Ik weet niet waar je die dingen allemaal gaat bevestigen. Of dat je ze gaat verstoppen onder struiken. Maar dat lijkt me een grote klus voor jullie. Absoluut. Ja? Want hoeveel van die iBeacons heb je nodig om waardevolle informatie voor de hele stad? Dat is afhankelijk van de locatie die je natuurlijk actief wil maken. En ik zeg ook niet dat dit het enige zal zijn wat we gaan gebruiken. Natuurlijk gaan we ook wifi of gps gebruiken op plekken waar dat relevant en nuttig is. In eerste instantie zullen we beginnen met een stuk of 40 en dat gaan we uitrollen naar een paar 100. Ja. Hey, je zei het al, een van de eerdere rondes hier was jij bij betrokken. Wat hier heel erg over gaat is ook dat je naar de klant kijkt, maak iets waar mensen op zitten te wachten. Hè. Dat is hier heel erg de vraag. Hoe hebben jullie dat onderzocht? Ja, we zijn echt gaan valideren. Dat is echt alleen maar bedrijven bellen en op bezoek gaan. Zeker omdat het een techniek is en een dienst is die nieuw is. En dat hebben we eerst gedaan voordat we echt met een platform zijn gaan bouwen. Wat vind je ervan? Wat denk je dat bruikbaar is? Wat is de informatie waar je op zit te wachten? Waar zie je valkuilen? Dat zijn de vragen die we gesteld hebben. Ik denk dat we wel 100 bedrijven bezocht hebben voordat we echt tot de conclusie klaar kwamen. Oké, dit moet het businessmodel zijn en dit is waar we op gaan focussen. Nou, hoe lang zijn jullie nu bezig? Wij zijn nu iets meer dan een jaar bezig, net bijna anderhalf jaar. We zijn eind 2012 hadden we het idee. Ja. Toen zijn we in maart 2012 hebben we meegedaan met Startup Weekend hier in Eindhoven. Met puur alleen een concept en een idee en dit prototype. En iedereen had echt het idee van wat is dit? Het is echt iets nieuws en wat kunnen we ermee? Heel sceptisch. We hebben het wel gewonnen uiteindelijk. En dankzij EIT ECT Labs, een innovatiestimulerende organisatie hier in Europa, zitten we dus hier op de campus. We zijn vlak daarna zijn we met de Mobile Convention in Amsterdam hebben we ons idee gepresenteerd. Er zaten 50 mensen in de zaal en zeiden van gaat dit een nieuwe shopping worden? Gaat dit iets nieuws worden? Heel sceptisch. Anderhalve maand later kwam Apple met iBeacon. En iedereen, halleluja, dit is de Holy Grail. Dus voor ons heeft dat absoluut zaken versneld. Vandaar ook dat we hier mee konden doen met Startup Bootcamp Hightech Excel. Daar zijn we ontzettend blij mee. En nu we de propositie duidelijk hebben, nadat we Startup Bootcamp hebben doorlopen, zien we ook dat de klanten heel snel gaan aansluiten. En hoe hebben jullie dit gefinancierd tot nu toe? Dit is allemaal puur eigen geld. Allemaal eigen geld? En je maten? Absoluut. We hebben één, dankzij ook de bootcamp hebben we connecties gelegd met investeerder. Er is één angel investor uitgekomen en die heeft ons wat toegestopt. En dat gaat goed. Ja. Eerst hadden we het probleem van klanten, nu hebben we het probleem capaciteit. We willen graag doorstoten en we zijn natuurlijk want de eerste grote extern. Projecten, daar verdien je ook gewoon gelijk geld mee. Het is niet zo dat je maar blijft investeren. Nee. Dit is natuurlijk in het begin wel en nu kunnen we redelijk onze broek ophouden. Ja. Hey, en we vragen iedereen die we hiernaast gaan, waarom is deze plek hier, je zegt we zitten hier op de campus, waarom is die bijzonder en belangrijk? Nou, het ecosysteem hier is fantastisch. Voor ons, zeker als techno-starter, waar we in het begin veel techniek nodig hadden, hier zitten onze leveranciers, hier zitten onze afnemers, hier zit de technische kennis die we nodig hebben. En als ik een vraag heb, dan kan ik zo bij IBM of Intel of bij Philips binnenlopen en er is altijd iemand die het woord staat en wil helpen. En dat is ook vanuit die bedrijven zelf zo. Dus ondanks dat er wel een ander naambordje boven hangt, is het gewoon een ecosysteem met mensen die elkaar verder willen helpen. En dat is denk ik wel uniek. Is dat ook uniek van deze tijd? Want voor mij herinneren we ons toch wel andere tijden, zeg maar, waar mensen liever dingen voor zichzelf hielden. Ja, is dat iets veranderd? Dat is absoluut veranderd. Als ik mensen spreek van de oude garde, als ik het zo kan noemen. Ik vind het toch wel grappig, want open innovatie, weet je, dat is zo'n buzzword. Iedereen heeft het erover, maar ik
was altijd een beetje sceptisch. Ik denk, ja, zo werkt het toch gewoon niet bij Philips en bij... Nee, maar jij zegt eigenlijk van wel. Ja, absoluut. Dat wij hier... merken, hè, wij hebben techniek in handen. En samen met partners kunnen we waarde toevoegen. En is dat alleen maar beter voor de klant. Dus wij moeten samenwerken met anderen. Ja, maar je merkt dus echt hier in Eindhoven dat ook de Intels van deze wereld bereid zijn tot die open innovatie. Ja, want daar leren ze zelf ook van. Ja. We zijn in gesprek geweest met NXP bijvoorbeeld, want die hebben ook een Bluetooth chip. Wat is jullie ervaring met wat er in de markt is? Kunnen jullie eens wat testen? Noem maar op. Ja. Dat is gewoon fantastisch. Ja, en dan heel specifiek Eindhoven, want... Er is natuurlijk de laatste tijd dat ook wel wat meer publiciteit over geweest, over hoe Eindhoven dat doet. Ja. En die high-tech campus is best bijzonder, dat hele start-up gebeuren in die oude Philips gebouw in het andere deel van de stad. Hoe heet het dat weer? Stripe. Je zegt nu net van dat jullie Eindhoven vol gaan hangen met die dingen van jullie. Van Hoe komt dat? Waar komt dit vandaan? Ja, dat is absoluut... ik denk dat ik hier veel credits moet geven aan de burgemeester. Die wil absoluut een innovatiegedreven stad zijn. Je hebt natuurlijk Amsterdam als airport region, Rotterdam als seaport. En hij zegt zelf ook Eindhoven als brainport region. En dat kan alleen maar als je mensen ook de mogelijkheid geeft om dingen te proberen en te testen. Want dan kun je groeien en dan kun je ervan leren. Zij heeft ook gezegd, ik maak de stad open. Ik maak de stad beschikbaar voor bedrijven. Zodat zij innovatie kunnen gaan doen en echt gaan gebruiken. En vandaar ook dat hij zegt, van, ja, als ik echt een smart city wil worden, dan blijft het niet alleen maar bij lantaarnpalen of glasvezel. Dan moeten we ook dingen gaan proberen en de bezoekers erbij te betrekken. En daar komen wij in de picture natuurlijk. En, ja. Dat is natuurlijk een hele geweldige kans voor je. Dat is fantastisch. Ja. Ik heb met hem op een van zijn reizen hem mogen vergezellen naar New York. Want hij was echt heel benieuwd hoe New York vanuit eigenlijk het niks naar Startup City is gekomen binnen een heel korte termijn. En daar hebben we ontzettend veel van geleerd. En dat is alleen maar fantastisch. En dat is ook wat je terugziet in de stad. Ja. Hey, jij zei aan het begin, zei volgens mij, ik kom eigenlijk uit de hardware. Ja. Dat is je achtergrond. We zitten eigenlijk nu in de fase waarin die werelden steeds meer in elkaar overgaan. Of met elkaar, je hardware en software zijn eigenlijk bijna weer vergelijkbaar. Ja. Wat is er voor jou moeilijk, of misschien juist makkelijk geweest, zeg maar, die stap of de verschillen, de stap van de hardware naar de software? Ja, toch wel inzien dat de hardware eigenlijk dom moet blijven. Dat klinkt heel raar. En dat je juist alles moet gaan kunnen regelen met de software. Het is heel simpel om een regeltje code te veranderen en je hebt een andere functionaliteit. Als je dat in hardware moet gaan doen, ja, dan moet je de soldeerbout erbij pakken. Moet je design anders en dat kost heel veel tijd en energie. Ja. Dus de hardware moet zo slim mogelijk zijn, maar met zo min mogelijk componenten. En daar bedoel je eigenlijk mee, ik refereer me altijd aan het fundamenteel andere idee wat Apple had toen ze met de iPhone kwamen, namelijk dat moest een telefoon zonder knoppen zijn. Ja, eigenlijk wel. Want dat maakt dat mogelijk om ermee te doen wat je wil. Precies, ja. En dat was voor ons toen we dat inzicht hadden en dat hadden we natuurlijk toen we met dit begonnen. Ja, was dat een verademing? Het was echt iets van, hé, dat is een andere manier waarop veel mensen denken en het gaat ons wel verder brengen. Ja. Het viel mij 2 jaar geleden, wij gaan altijd elk jaar naar Austin, Southwest, noemen we ook uitzendingen vandaan. En daar heb je ook die Startup Accelerator. Viel mij 2 jaar geleden op, weet je nog, dat eigenlijk alle finalisten, dat waren bijna allemaal mensen met een klein stukje hardware, met sensoren erin, dus of een... dingetje wat elke minuut een foto maakte, of een andersoortige apparaatjes, of luchtkwaliteitmeters die hier in een platform hingen. Weet je wel, heel veel van die combinaties tussen een stukje hardware en een stukje software. Ja. Zie je dat hier nu ook? Ja, steeds meer, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Philips is bezig met die slimme lampen die je kan bedienen. Intel is natuurlijk ook met van alles bezig. Ja, absoluut. Er zitten hier genoeg start-ups die technieken gebruiken en die combinatie opzoeken, omdat ze dat gewoon verder helpt. Ja. Puur hardware ga je het niet meer mee redden en puur software ook niet. Die interactie is wat de mens zoekt. En daardoor zie je ook dat onze techniek werkt. En waarom een telefoon zo interessant is. Ja, die jeugd die spendeert geloof ik bijna 30% van hun dagelijkse tijd achter een iPhone of een Android-telefoon. En wat ze daar zoeken is de interactie met WhatsAppjes of met social media of met games. Ja, en dat proberen wij weer terug te brengen in de real world. En interactie met een muur is lastig, maar plak je er een iBeacon op, dan kan het weer wel. Waar staan jullie over een jaar? Waar we over een jaar staan... Ja, we komen het controleren hoor. Dus... Nee, dat is heel goed. Oh ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen.
Ja, we zijn onlangs genoemd in de laatste quote. Die noemde ons als een van de mogelijke 25 tycoons van de toekomst. Zo. En ja, daar waren we natuurlijk ontzettend blij mee om dat te lezen. En ja, dat is hopelijk waar we straks staan. Over die kennen wij dan, daar kennen wij dan al één van in ieder geval. Ja, precies. Dus over een jaar, ik denk dat wij absoluut in een aantal steden te zien zullen zijn en te ervaren zullen zijn. En ja, het is absoluut het doel om mensen te helpen om een betere ervaring en een relevantere ervaring in de fysieke wereld te krijgen. Dankjewel en we spreken elkaar graag dan weer. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. De hele dag zenden we live uit van Eindhoven. En alle video's komen natuurlijk on demand beschikbaar. We gaan weer even kijken wie we zo direct krijgen. Steek. Ja, dit was in ieder geval Proxable. Ja, dankjewel. Hartstikke goed. Dankjewel. Leuk zijn. Ja, hartstikke goed man. Goed helder verhaal.